Dag mede GamerGeeks en welkom bij het GamerGeek Nieuws. Het meest opvallende gaming nieuws voor jou op een rijtje gezet. Met deze week Super Smash Bros. Krijgt een single player mode. De nieuwe Diablo game wordt afgemaakt op het internet. Warcraft komt terug en de games voor de PlayStation Classic zijn bekend. Afgelopen week werd de laatste Nintendo Direct gehouden over Super Smash Bros. Ultimate. Dat is de nieuwste game in de vechtreeks waarin verschillende videogame-mascottes, jawel ook buiten Nintendo, het tegen elkaar opnemen. De hype was groot voor deze vooropgenomen presentatie. Er was een lek die aan zou geven dat personages zoals Geno uit Super Mario RPG en Banjo-Kazooie speelbaar waren. Dit blijkt, nu achteraf, niet waar te zijn. Wat wel is aangekondigd zijn drie andere nieuwe personages. Ken uit Street Fighter, Insana Roar uit Pokémon, ik had ook nog nooit van hem gehoord, Machamp for the win, en Piranha Plant uit Super Mario. Die laatste wordt het eerste DLC-personage en is gratis voor gamers die de game voor 31 januari 2019 halen. Verder werd onthuld dat er een Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass aankomt. Hele mond vol. Deze brengt spelers 5 nieuwe personages en levels en ook nog nieuwe muziek om naar te luisteren tijdens het vechten of daarbuiten. Deze brok DLC zal 25 euro kosten, maar kunnen ook losgekocht worden voor 6 euro per stuk. Dus reken maar uit die korting. Alle DLC-personages moeten gedurende 2019 gaan verschijnen. Als laatste klap op de vuurpijl werd ook de singleplayer-mode van de game aangekondigd. De nieuwe mode heet World of Light en gaat over personages die getransformeerd zijn in spirits. In de speelstand begin je als Kirby om deze arme zielen te redden. Met andere woorden, Nintendo fanboys zijn gehyped! Het is wachten tot 7 december, dan komt Super Smash Bros. Ultimate eindelijk uit voor de Nintendo Switch. Blizzard Entertainment, het bedrijf achter Overwatch, Heroes of the Storm, World of Warcraft en Starcraft, zit midden in BlizzCon. Dit is het jaarlijkse evenement van het bedrijf waarin onder andere de e-sports finales van hun competitieve games gespeeld worden. En een moment voor nieuwe aankondigingen, jawel! Naast World of Warcraft Classic en nieuwe personages voor Overwatch en Heroes of the Storm zijn er andere aankondigingen geweest die de headlines overal halen. En eentje daarvan is een nieuwe remaster. Warcraft 3 komt namelijk terug. Blizzard heeft Warcraft 3 Reforged officieel aangekondigd. Dit is een remake van de uit 2002 verschenen real-time strategy titel. Warcraft 3 was toenertijd een hele belangrijke game in het genre. Verschillende mods werden op zichzelf ook alweer genres. Zo wordt de custom game mode Defense of the Ancients, beter bekend als Dota, jawel, nog steeds gespeeld. Tower Defense maps zijn ook in meerdere verschillende games getransformeerd. Dus je ziet wel een beetje waar de inspiratie en motivatie vandaan komt. Warcraft 3, het origineel. Deze Reforged editie zal de singleplayer campagnes bevatten van de originele game. En de uitbreiding The Frozen Throne. Ook de online multiplayer zal wederom terugkeren. Al zij het met wat veranderingen. Daar en daar. Warcraft 3 Reforged zal in 2019 verschijnen voor de PC. En kost 30 euro. Maar oh, er is nog meer Blizzard nieuws. Een andere grote aankondiging op de afgelopen BlizzCon was een nieuwe Diablo game. Alleen deze game is minder goed verlopen voor het bedrijf. Tot nu toe dan. De nieuwe game heet Diablo Immortal en komt naar de mobiel. Het is een actie-RPG waarbij veel hakken en zagen de norm is. De reacties op het touchscreen spelletje zijn niet mals, want duimpjes gaan massaal omlaag. Op dit moment zijn er minder dan 10.000 likes op de aankondigingstrailer en meer dan 2 ton aan dislikes. Holy shit, mensen vinden dit. De ontvangst lijkt heel erg op die van Command & Conquer Rivals. Ook een mobiele spin-off van de bekende reeks die ook werd aangekondigd op een groot podium waar hardcore gamers naar kijken. Ja, die hardcore gamers zijn ook hardcore pissig als je ze pissig maakt. Het nieuwe mobiele spelletje, Diablo Immortal, wordt ontwikkeld door het Chinese NetEase, die al met Blizzard samenwerkt voor de Aziatische online structuren van hun bestaande titels. Wanneer Diablo Immortal uitkomt, is nog niet bekend. Volgend jaar waarschijnlijk. Het zal beschikbaar worden op iPad, iPhone en Android-apparaten. Wat vind jij? Is dit de slachting van de Diablo-franchise? Of een onschuldige spin-off? Laat het weten in de comments. Sony heeft een volledige line-up aangekondigd van de PlayStation Classic. Dat is een mini-console vergelijkbaar met de NES Mini en de Super Nintendo Mini die vorig jaar verschenen. Het is een verkleinde versie van de eerste PlayStation met 2 controllers inbegrepen.
Voorheen waren slechts 5 van de 20 games aangekondigd, maar nu zijn de overige 15 dus bekend. De games die gebundeld gaan worden met de PlayStation Classic Mini, whatever kleine console met HDMI-aansluiting zijn... Battle Arena, Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy 7, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworlds, Apes, Odyssey, Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelations Persona, R4 Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal en Wild Arms. Een aantal grote PlayStation klassiekers zijn aanwezig. Hierbij wordt gedacht aan Crash Bandicoot, Spyro the Dragon en Castlevania Symphony of the Night. Het feit dat deze games al geremasterd en of opnieuw uitgebracht worden is hier waarschijnlijk de reden van. De PlayStation Classic gaat 100 euro kosten en ligt vanaf 3 december in de winkels. Kom op Sinterklaasje, in mijn schoenen mee! Tot zover deze editie van het GamerGeek Nieuws. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Laat dan een comment achter of stuur een mailtje naar redactie@gamergeeks.nl. Like deze video, geef liefde op Instagram. En abonneer op ons YouTube kanaal, zodat je op de hoogte bent van alle nieuwe content die we maken. Zoals een podcast met de Nederlandse indie-ontwikkelaar Team Reptile. GamerGeeks Next, alle releases van november voor jou op een rijtje. Net zoals het nieuws elke week, maar dan anders alle releases. En veel meer. Ja, ja. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het GamerGeek Nieuws.